Hallo, ik ga je laten zien hoe je in GitLab met issues werkt. En issues zijn taakjes. Je kunt ze maken, je kunt ze toekennen aan iemand, of aan jezelf, of aan je teamgenoten. Dat wordt assignen genoemd. En hoe je ze kunt sluiten als iemand ze af heeft. Nou, we gaan naar de GitLab. We loggen we in. Ik ben Richard Bilderbeek. En ik ga een taak maken in, dus ik heb heel veel projecten en ik ga naar de Jog Nanos 2020. Dat is het project waar ik mijn taakjes in ga maken. GitLab is gewoon heel veel dingen. Je ziet hier heel veel dingen, je ziet hier heel veel dingen. Dus dat is een beetje zoeken. Maar ik weet wel dat de issues, die staan hier links. Als ik daarop klik, dan krijg ik al een lijst met alle issues, met alle taken. Nou, er staan al wat taken, maar ik ga een nieuwe maken. En ik noem hem, nou klik je hierop, nieuw issue. Wat betekent? Maak een nieuw issue, maak een nieuwe taak. Nou, dan moet je een titel ingeven, dus van hoe heet deze taak? Nou, bijvoorbeeld, maak een test issue. Type, dat is een issue. Description is de omschrijving. Dit is een test issue. Ik ga deze dadelijk weer sluiten. In de description zeg je wat er moet gebeuren. Nou, er zijn er wel meer dingen. Je kunt hem confidential maken, dus vertrouwelijk. Dus dat alleen maar bepaalde mensen kunnen zien. Hier kunnen we iemand toekennen. Nou, daar gaan we dus dadelijk mij op zetten. Een milestone kunnen we maken, een mijlsteen. Waarin je zegt van nou, als we dit en dit en dit af hebben, dan hebben we iets groots bereikt. Bijvoorbeeld onze eerste versie. Je kunt er labels aanhangen. Bijvoorbeeld doing to do. Maar ook een bug of wat dan ook. Wanneer die klaar moet zijn, dat kan ook. Dat doen we allemaal niet. We gaan gewoon submit issue doen. Dat betekent, maak de issue aan, maak de taak. Nou, weer staan er 1000 dingen om ons heen. Ik ga gewoon weer klikken op issues. Dan krijg ik een lijst met taken. En hier zie ik hem staan. Maak een test issue. Dus wat ik net heb gedaan, is ik heb een GitLab issue gemaakt. En zo'n issue kan natuurlijk heel veel dingen zijn, als programmeer dit of dat. We hebben hem gemaakt. Maar je wil soms aan jezelf geven, omdat je bijvoorbeeld zelf iets hebt gevonden wat je belangrijk vindt. Maar je kunt ook zeggen van nee, dit heeft iemand anders moet dit oplossen. Of dat je zegt dat verdeel je het werk. Nou, dat wordt assignen genoemd of toekennen. Nou, om dat te doen, klik je op de issue. Maak een test issue, er staan weer allemaal dingen. En hier aan de rechterkant staan de assignees. Dat zijn de mensen die de taak mogen of moeten doen. Nou, ik kan mezelf hier toekennen. Klik je op assign yourself, nu is hij van mij. Nou moet ik hem dus doen. Het staat hier nu ook onder, komt dat te staan. Maar je kunt hem ook op deze manier, je klikt op edit. Nou, dan krijg je dus een lijstje met alle mensen aan wie je de taak zou kunnen geven. Nou, dat ga ik nu niet doen. Maar het kan ook aan meerdere mensen, ik kan hem ook aan Adelaar geven. Maar nu is Adelaar dus diegene die het moet doen. Nou, ik ga Adelaar weer unassignen, want deze taak hoeft niemand te doen. Nou, dus zo geef je een taak aan iemand. Zo assign je of je geeft een taak aan iemand door dat te doen. Nou, het laatste is de issue sluiten. Stel je voor, hij is gedaan. Nou, ik ga graag naar issues toe. En dan klik ik op de issue, maak een test issue. Die ga ik nu sluiten. Nou, dat staat gewoon hier. Close issue betekent sluit de issue. Als je een issue sluit, is het wel fijn om onderaan even op te schrijven waarom je hem sluit. Dus je schrijft bijvoorbeeld op deze issue is klaar. Duimpje omhoog. Nou, dan kunt u hier zelfs comment en close issue. Met comment voeg je hem gewoon toe. Dit commentaar, deze tekst, kijk je, deze issue klaar. En nu kan ik close issue doen. Ik had het ook in één keer kunnen doen, maar nu is de issue geclosed. En als ik op de lijst kijk van issues, staat hij er ook niet meer tussen. Wil ik hem echt weer zoeken, dan ga je hier bij de lijst van de closed issues. Nou, dat is nog een andere test issue blijkbaar. Nou, dus ik heb je net laten zien hoe je een GitLab issue maakt, hem aan iemand geeft en hoe je hem sluit. Ik hoop dat het heel erg duidelijk was en dan wens ik je nog een hele fijne dag. Houdoe!